myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away. I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Every morn goes away in the end. I won't let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns. My liar's chain, full of broken thoughts, I cannot repair. Need a stains of time, feeling disappointed. You are somewhere else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Every morning goes away in the end. You can have it all. My empire is good. I won't let you down. I will find a way. Yo. Ja, en terwijl de zanger, een van de zangers van Lucky Faces daar aan tafel komt zitten, Rob Hendriksen, ga ik u vertellen wat wij in dit tweede gedeelte gaan doen. Het tweede gedeelte gaat over een stichting, Stichting Muzikaal Schiedam speelt voor. U zult zeggen, wat heeft dat met sport te maken? Nou, in dit geval heeft dat heel veel met sport te maken, maar daar komen we zo op. Stichting Muzikaal Schiedam stelt zich ten doel om goederen te financieren voor een Schiedams doel. De doelen krijgen geen geld, maar goederen of spullen naar behoefte. En de afgelopen twee jaar heeft de Stichting Muzikaal Schiedam twee dingen gedaan. Het eerste jaar hebben ze een veenviewer bij elkaar gespeeld voor het Friedland Ziekenhuis. Dat ding was hard nodig voor mensen die chemotherapie ondergaan en die dan geprikt worden. En daardoor door het apparaat niet misgeprikt worden. Dit jaar heeft het Stichting Muzikaal Schiedam... zijn ze met meer dan 200 ouderen het water opgegaan. En hebben ze de ouderen een hele leuke dag bezorgd. Schiedamse ouderen uiteraard. Op de speederboot met een artiest, met een hapje en een drankje. En Rob, als jij gelijk er voorbij kan zitten. Met een hapje en een drankje. En volgend jaar gaat op 11 maart gaat Stichting Muzikaal Schiedam wederom een benefietconcert organiseren. Weer met zes Schiedams gerelateerde bands. En een van die bands is Lucky Faces. Wat zal je zeggen, wat heeft hij met Schiedam te maken? Ze komen uit Dordrecht. Nou, Rob heeft 6 jaar lang in Schiedam gewoond en gestudeerd. Nou ja, gestudeerd. Hij is 10 jaar lang gewoond. En 6 gestudeerd. Je bent langs die school gelopen, zeg maar. Ja. En dat is een van de bands die gaat meedoen. Het doel dit jaar, volgend jaar, 11 maart, is om kinderen van 4 tot 7 jaar...
waarvan de ouders, schuine streep, verzorgers bij de schuldhulpverlening CQ bijstand zitten, om die een A-zwemdiploma aan te gaan bieden. Vaak worden op dit soort dingen als eerste bezuinigd en het belang van zwemmen van kinderen van 4 tot 7 jaar is de laatste tijd weer bewezen als je de kranten leest dat er dus hier her en der kinderen in de problemen zijn gekomen dat ze geen zwemdiploma hadden. Daarvoor hebben we aan tafel, zometeen ga ik met te praten, Sonja Andersson. Zij is zwemonderwijzeres, zwemdocent moet ik eigenlijk zeggen. En die gaat dadelijk het belang uitleggen van het zwemmen. En we hebben Rob aan tafel om over de bands te praten die volgend jaar 11 maart geheel belangeloos hun medewerking gaan verlenen. Er is ook nog een B-doel en het B-doel is non-food goederen ophalen voor de voedselbank Schiedam. Omdat Christine heeft aangegeven dat daar steeds meer behoefte aan is. De spullen die ze van bedrijven krijgen worden steeds minder. Dus is er heel veel behoefte aan bijvoorbeeld wc-papier, tandenborstels, maar daar komen we zo meteen op. We gaan eerst praten met Sonja. Ja, Sonja, dankjewel dat je wilde komen. Je bent van zwemschool Fun to Swim. Dat klopt. En jij kan als geen ander uitleggen wat de bedoeling is, of wat het belang is van een kind van 4 tot 7 jaar, dat hij in ieder geval een A-diploma heeft. Nou ja, wat je net zelf al aangaf, is dat we in het nieuws moeten realiseren dat er dus toch voorvallen gebeuren in buitenwater, in zwembaden, dat komt omdat kinderen niet kunnen zwemmen. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zou eigenlijk in een waterland als Nederland natuurlijk niet moeten mogen. Maar goed, wat we zien is natuurlijk inderdaad, wat je ook al zei, is de financiën voor veel mensen, dat lukt gewoon niet meer. Wat we ook zien is dat gemeentes natuurlijk subsidies hebben teruggedraaid, waardoor zwembaden uiteindelijk geprivatiseerd zijn, waardoor de prijzen omhoog gaan, waardoor mensen het uiteindelijk niet meer kunnen betalen. Ja, dan moet ik je even onderbreken, want de gemeente Schiedam heeft wel degelijk vouchers daarvoor. Die kunnen eventueel een zwemdiploma financieren, maar dan is het ook vaak zo dat mensen het gebruiken voor een andere sport. Het is vaak een keuze maken voor die mensen. Nou, wat de stichting dus wil, Stichting Muzikaal Schiedam, is kijken hoeveel geld we op kunnen halen. Want we gaan het taak over de prijs hebben, wat dat zomaar kost, een zwemdiploma. Ja. Om een aantal kinderen in ieder geval te zorgen dat ze een A-diploma hebben. Dat als ze bij de singel lopen of bij hierachter bij het water, dat ze zichzelf een beetje kunnen redden. Jij geeft zelf al heel lang zwemles. Ja. Kinderen van 4 tot 7 jaar, dat is de mooiste leeftijd om ze zwemmen te leren? Nou, de 4-jarige is niet mijn voorkeur. Ik zeg persoonlijk van, goh, start met 5 jaar. Omdat dan het motorisch bewegen van kinderen eigenlijk veel groter is. Waardoor ze dus eerder tot een A-diploma komen. Mensen willen het vaak graag wel, omdat je toch vaak in de omgeving van woningen ziet dat er een sloot is, andere dingen waar mensen vaak, hè, als je het wel belangrijk vindt, zegt van joh, laten we dan vroeg beginnen. Maar wat wij eigenlijk zien is kinderen die met 4 jaar beginnen, doen er vaak wat langer over als dat je 5 of 6 jaar bent. Ja, wat mensen niet realiseren is dat ze zwemdiploma halen niet zomaar. Nee. Wij hebben ons, tenminste de stichting heeft zich daarin verdiept en die zijn een aantal zwemscholen langs gegaan. En als je dan hoort wat het kost. Het zit ergens tussen de 600-700 euro en de 8.500 euro in. Wil je een A-diploma halen en dan word je in 7 maanden klaargestoomd. Ja. Nou, dat is voor mensen heel veel geld. Ik wist niet dat het zoveel geld kostte. Want ja, ik ben er al een poosje uit. Mijn zoon is al bijna 30, dus die hebben al even zijn zwemdiploma's. Ja, ja, ja. Maar we praten dus gewoon over tussen de 700 en de 850 euro. Om in 7 maanden tijd je A-diploma te halen. Dat is gewoon een hoop geld. Ja, dat is zeker een hoop geld. En zeker als je wat minder te besteden hebt. Ja, dan is dat iets wat je niet zomaar op kunt brengen. Nee, precies. Nou, dan gaan we heel even naar Rob toe. Want Rob, je hebt al een aantal nummers gespeeld met je band Lucky Faces. Vorig jaar stonden jullie ook op het BNV-concert. Of dit jaar eigenlijk. Dit jaar. Het is altijd vorig jaar, maar het is de nieuwe editie. Ja, precies. Toen stonden jullie nog niet op het grote podium. Stonden jullie onder het orgel. Dat was ook een slecht plaatje. Maar jullie, de stichting schuift altijd één band schuift die door. En dat is dit jaar zijn jullie dat geweest. Dus ja, jullie spelen sowieso. Maar ik wilde met jou even beginnen met de bands door te nemen. Tim Verhaal, dat is Rotterdam Talent Award gewonnen. Ja. Jonge Schiedammer. En, die is dit jaar. Ja, die komt als duo komt die spelen. Wij zijn er heel erg trots op. Tenminste, we stichten Muzikaal Schiedam. Het is een grote naam geworden ondertussen. Ja, precies. Iedereen die praat erover. Dus je hebt wel een publiek trekkertje. Ja, nou die gaat openen, het concert. Nou, jullie spelen. Dan gaan we naar Big Deal. Big Deal is een band uit de omgeving van Gouda.
Daar zit één bandlid in die is Schiedam gerelateerd. Die heeft hier gewoond. Zijn familie woont hier nog steeds. En die spelen zeg maar van Queen tot Robbie Williams en van Earth, Wind & Fire tot Bruce Springsteen. Ja, dat is dansen. Ja, dat is herkenbaar. Ja. Voor elke leeftijdsgroep in het publiek is dat herkenbaar. Dus dat is altijd goed. Ja, precies. Dan, voordat we met de band verder gaan, wilde ik toch even de drijfveer weten van jouw band. Waarom je tegen City Musicaal Schiedam hebt gespeeld. Wij doen hier aan mee. Ja, dat is natuurlijk vorig jaar al begonnen en eigenlijk voor mij persoonlijk al het jaar daarvoor. Vanaf het begin al. Dat ik natuurlijk betrokken ben bij het hele gebeuren, ook met de posters en noem maar op. Dus ja, daar wil je gewoon... Ja, dat zullen we nog even uitleggen. Wil je deel van uitmaken? Ja, jij bent een artbureau en jij ontwikkelt de posters voor Stichting Musicaal Schiedam. Ja, klopt. Samen met Tino, een van de bestuursleden. Ja. Ja. Dus toen was het niet zo moeilijk om ja te zeggen met je bent. Het was sowieso geen twijfel om mee te doen. Op wat voor manier dan ook. Kijk, en als je dan buiten het grafische gebeuren ook muzikaal nog bij kan dragen. Zeker met de bands die daar ook afgelopen jaar gespeeld hebben. En dit jaar er weer gaan spelen. Ja, dan ben je alleen maar blij als je in het rijtje erbij mag. Ja, precies. Nou, dan gaan we naar de volgende band toe. Want we gaan er daar zelfs ook nog eentje aan de telefoon krijgen. Dat is Hot Rock. Dat is van de gebroeders van Bemmel en Peet Schenk. Nou, Peet Schenk, Schiedamse keer niet krijgen. Nee. Die gaan rock'n'roll, rockabilly spelen. Cool. Dat is weer heel anders dan wat jullie spelen en wat Big Deal speelt en wat Tim speelt. Maar dat is juist het mooie van het concept in de Grote Kerk. Ja, de Grote Kerk sowieso. Waanzinnige locatie. Ik doe vorig jaar noodgedwongen daar gekomen. Ik denk dat het niet beter had kunnen uitpakken. Nee. Akoestiek fantastisch, entourage fantastisch. De bands komen allemaal veel beter tot z'n recht. Ook vanwege de hele aankleding, de sfeer. Ja, dan moeten we wel even vertellen natuurlijk dat PvdM Techniek daarvoor zorg draagt. En die hebben het voor elkaar gekregen om het geluid zo verschrikkelijk goed te krijgen. Dat was bijna onvoorstelbaar. Ja, was super. Toch? Ja, terecht. Ja, dan gaan we naar de volgende band toe. En dat is de laatste normale band, want we hebben ook nog een Alstar band. En dat is het Schiedams Collectief. Place Peter de Vries. Nou, Peter de Vries is een jongen die 7,5 jaar geleden veel te vroeg is overleden. Een van de beste muzikanten die we ooit in Schiedam gehad hebben. En een aantal bandleden van zijn oude band, of waar hij überhaupt mee gespeeld heeft, die gaan een uur lang gaan ze nummers van Peter de Vries spelen. En ik zal wat namen noemen. Dat is onder andere Rob Oppertende, Kees Verkruchten, Rien Schaap en Rini van Willigen, Market Dier Matatels en waarschijnlijk ook Hans van Inge. Ja, jouw grote inspirator was Peter de Vries. Ja, door Peter ben ik gaan spelen. Dus de reden dat ik gitaar ben gaan spelen na het overlijden van Peter. Omdat Peter altijd gezegd heeft dat ik dat moest gaan doen. Daarom ben ik het uiteindelijk op gaan pakken. En daarmee staan we nu hier. Dus dit is voor mij de mooiste combi die je kan bedenken. En het mooiste eerbetoon aan Peter. Nou, wij zijn ook heel erg trots dat ze dat willen doen. Ze hebben de naam gekozen, het Schiedams Collectief, Players Peter de Vries. Een uur lang nummers van Peter. Maar ik kan je niet blij krijgen. Nee, nou, dan gaan we zo meteen naar de laatste band toe. Dat is de Alstar band. Dan ga ik nog even terug naar Sonja. Ja, Sonja, kinderen die de zwemles. Ik heb begrepen, je hebt zelf een zwemschool. En jullie geven 2 uur les per week. In één stuk. Ja. Is dat niet te lang? Nou, wat we zien is omdat de diploma's natuurlijk totaal anders zijn dan toen wij vroeger jong waren. Eigenlijk kon je vroeger met je haren droog een A-diploma halen. Nou, dat is... Met je haren droog een A-diploma halen? Ja. Okay. Ja. Nou, dat is tegenwoordig nu een keer niet meer. Kinderen moeten best wel veel vaardigheden hebben om uiteindelijk op die eindstreep te komen. Maar er zitten ook heel veel leuke vaardigheden bij. Zoals onder een boot door een gat heen. Maar dat zijn allemaal wel dingen die toch wel wat van ze vragen. Dus door het feit dat je dus de techniek met plezier afwisselt, zie je dat kinderen dus eigenlijk dat prima kunnen. En die vreselijke haak is er niet meer, hè? Nee, die vreselijke haak is lang weg. Het personeel staat gewoon in het water. Ja. Er zijn meer de mensen die daar ervaring hebben. En dan ook nog een badjuf die ontzettend boos keek. Dus het was niet echt een pretje om een diploma te halen. Nee, maar tegenwoordig allemaal dat is anders. Allemaal anders. Ik bedoel, dat wordt tegenwoordig vanuit het water gelezen. Er wordt veel meer spelende wijs gelezen. Dus op dat gebied is dat niet meer te vergelijken met 30 jaar geleden. Nee, precies. Nee. Nou, en dan... Het is een doel. We hebben het net aangegeven. Het kost tussen de 600 en de 8.500 euro om 1 kind te kunnen laten zwemmen. Ja. Wat vind jij van het feit dat Stichting Muzikaal Schiedam dit gaat doen als zwemonderwijzeres? Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Ik bedoel, je geeft iemand eigenlijk iets mee, een stukje veiligheid. Nou, laten we allemaal eerlijk zijn. We genieten allemaal nog in zomervakanties, in buitenwater, met mooi meer van het kunnen zwemmen. En daarnaast, als je ouder wordt, is het iets wat je in je leven eigenlijk altijd nog kunt, is zwemmen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een stukje wat je meekrijgt, waar je hele leven plezier aan hebt. Ja, precies.
Ja, ik zit ondertussen gelijk, want we gaan nu met de laatste band beginnen. En dat is traditie binnen Stichting Muzikaal Schiedam die dat organiseren. Dat ze een Schiedam All-Star Band hebben. En die staat al 3 jaar onder leiding van Marcel Rozenberg. Nou, wie kent hem niet? Die heeft in Splinter en in zoveel bands speelt hij. Dat is echt een van de bekendste muzikanten in Schiedam. En die trekt de kar. En die heeft alweer een aantal mensen geregeld voor die band. Ja, en 2 van de speciale gasten die daarbij gaan spelen. 2 jaar geleden hadden we Joyce Baker, die had Stichting Muzikaal Schiedam geregeld. Dit jaar was het Cesar Zuiderwijk, die door een van de bestuursleden was gevraagd en bereid gevonden om de grote kerk in Schiedam op zijn kop te zetten. Ja, en dit jaar gaan we hem even bellen en dan gaan we even kijken of we live contact kunnen krijgen. Dit jaar heeft Stichting Muzikaal Schiedam nog beter uitgepakt, want ze hebben er 2 geregeld. En dan gaan we even kijken of we hem aan de telefoon kunnen krijgen. Kijken of de techniek werkt. Dat zou wel heel mooi zijn. Nou, hij gaat over. Dus het werkt. Nou, nog hopen dat hij opneemt. Domino's Pizza. Hij weet dat we bellen, dus. Ja, ik heb hem al geen sms al iets eerder zou bellen, dus. Richard Beukelaar. Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Nou, dat is... Richard wist dat we zouden bellen. Ik heb hem probeer eens te bellen zonder nummerherkenning, Fred. Ja, ik had gezegd dat we iets eerder zouden bellen, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, de All-Star Band van Marcel Rozenberg krijgt dit jaar 2 gasten, Rob. En de eerste, dat is Richard Beukelaar. Bekend geworden van de beste singer-songwriters van Nederland. En de tweede artiest die erbij is gekomen is Ferry van Leeuwen. Nou, Ferry van Leeuwen is ten eerste een Schiedammer. En ten tweede is Ferry van Leeuwen bekend van onder andere de Marco Bassato Band, de Edwin Evers Band, de I Love, zoals Linda de Mol zou zeggen, I Love Holland Band. Daar word je ook helemaal niet vrolijk van. En hij speelde gisteravond nog zijn zingen bij The Voice of Holland Live, want daar zit hij ook in de band. En Ferry en Richard zijn dit jaar door Stichting Muzikaal Schiedam speciaal gevraagd om de All-Star Band voor te staan, zeg maar. Ja, zeg het maar op. Ja, fantastisch. Hoe moet ik er meer van zeggen? Ik zou mensen maar snel de kaartjes gaan bestellen, denk ik. Ja, nou daar gaan we het ook over hebben. De kaarten zijn €12,50 en die zijn vanaf nu te krijgen. Moet er wel bij zeggen dat de stichting heeft aangegeven te koop, ja. Dat de kaarten nog niet klaar zijn. Die liggen nog bij de drukker. Maar de mensen kunnen al wel opgeven bij de nodige adressen of ze een kaart willen halen. En er zijn er maximaal 500. Dus ja, vol is vol. En dat was het afgelopen jaar ook. De kaarten zijn te verkrijgen bij Café Kwekel. Bij Michel Bouterstein, dat is voor de mensen die in Ketel wonen. Tickets, apenstaartje smssv.nl. info@smssv.nl. En bij de mensen van de stichting. Dus ik zou zeggen, koop een kaartje voor €12,50. Zie 6 hele goede bands. En zorg dat de Voedselbank Schiedam spullen krijgt. Zoals wc-papier, schoonmaakmiddel. Dat zijn allemaal dingen die heel weinig daar binnenkomen. Shampoo, wasmiddel, noem het maar op. Of, en wat we gaan doen is kinderen proberen een zwemdiploma te halen. Dus ja, ik hoop dat we heel veel geld ophalen. Want ja, het kost tussen de 6 en de 8,500 euro per kind. En dan hebben ze in 7 maanden diploma. We hopen dus minimaal 10 kinderen een zwemdiploma te geven. Die meneer ziet u 11 maart. Deze mevrouw heeft uitgelegd hoe het is om een zwemdiploma te halen. Dit was een heel aparte aflevering van Waterweg Sport. Rob gaat nog 2 nummers spelen met Lucky Faces. Daar zijn we heel erg blij om. En volgende week zijn we weer en dan hebben we onder andere een wereldkampioen korfbal aan de tafel. Ik dank u wel voor het kijken en volgende week zijn we er weer. Nu weer het woord aan Lucky Faces. Calling me, they
is blind. Get a broken heart is blind. Something.